gaat zien. En tijdens het maken heb je hier de hele tijd geslapen ofzo? Of, ja, vooral de laatste week. Dan heb ik echt in ieder geval 8 nachten achtereen hier geslapen. Ja. Ja, dit soort dingen een beetje afdekken en dan is het lekker donker. Die koud? Ja, wel koud. Ja. Het is wel door de kacheltje. Dus het is op zich wel te doen als je rondloopt, maar de kou trekt op van de grond. Dus het is eigenlijk als je licht dan pas heb je het koud. En als je dan, omdat ik 's ochtends opsta en ik ga uit bed en ik sta, dan is het gelijk warm. Het heeft ook geen kruipruimte of zo natuurlijk, dus je hebt geen enkele isolatie van onder. Dus dat blijft ook. De ware kunstenaar moet natuurlijk afzien, hè? Ja, nou goed, ik zie het ook maar als een residency. Ik zet het gewoon op mijn cv als residency, want ik heb hier 3 weken bijna non-stop gezeten. Dus op zich, ik klaag niet. Het is wel. Het is wel een lekkere plek. Mensen zeggen dan van je zal wel blij zijn dat je weer thuis bent, maar ik weet het niet. Dit is ook wel lekker. Het is lekker ongecompliceerd. Gewoon een klein wereldje waar je in leeft. Per dag toch wel steeds wel 80 of zo. Tweede kerstdag hadden we 109. Dus wat dat betreft, het is eenmalig, maar in ieder geval veel mensen te zien.